allemaal, leuk dat jullie kijken naar Fem. En vandaag laat ik mijn favoriete fotobewerkingsapp zien. Ik heb al een keer eerder op Fem een video gemaakt waarin ik laat zien hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Maar daar ging ik echt meer in over hoe ik het bewerk. En nu ga ik meer in op wat fijnere apps, iets globaler zeg maar. Maar mocht je die andere video ook nog willen bekijken, link hier beneden, kan je kijken. De apps die in de video komen zijn geschikt voor iOS. Vele die ik op iOS heb zijn ook beschikbaar voor Android. Moet je even kijken of het kan even in Android. Vier hele fijne apps die ik zeer kan aanraden, dus laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ik begin met app VSCocam en dat is eigenlijk ja, mijn favoriete app. Dit is de foto die ik had geplaatst en dit is de originele versie. En ik laat gewoon even de edit zien wat je ermee kan eigenlijk. Nou, zo opent hij de foto en heb je hieronder beneden allemaal filtertjes. En ik kan er één aanklikken. Nou, wat ik zo fijn vind aan VSCocam is dat hij gewoon super veel filtertjes heeft die mooi zijn. Je hebt heel vaak van die hele foute filtertjes, maar ja, ik vind dat VSCocam gewoon hele mooie filters heeft. Bijvoorbeeld deze vind ik heel tof. C1 heet die. En als je hier volgens op het pijltje klikt, verschijnt er een minuutje. En als je hier zo klikt, dan kan je het zelf nog helemaal aanpassen. Dus het contrast, scherpte kan je aanpassen. En ja, echt super veel. En daarom vind ik VSCocam zo fijn. Je kan echt gewoon heel veel zelf bepalen. Dan sla je hem op. En dan heb je hem weer hier. Nou, het is niet precies hetzelfde. Ik heb er ja, niet zoveel mee gekleurd zoals ik daar heb gedaan. Maar dan krijg je een beetje een beeld van hoe deze app is. PixArt is ook een app die ik heel graag gebruik. Nou, wat ik heel leuk vind aan PixArt is dat je echt super veel mee kan. Je kan collages maken, je kan tekenen. Kijk, gewoon even blanco kan je tekenen. Je kan ook gewoon foto's bewerken. Ik vind de filters hier persoonlijk niet heel erg mooi, dat geef ik eerlijk toe. Dus die gebruik ik eigenlijk nooit. Wat ik wel leuk vind hier is dat je van die, van die lichteffecten kunt doen. Dus bokeh of van die lensflares en zo. Ik vind dat echt heel mooi. En dan kan je gewoon de kleur een beetje aanpassen. Ze hebben echt heel veel van die dingen. En je kan echt superveel met deze app. Nou, ik neem even random deze. Ik vind deze niet heel erg mooi, maar daar gaat het nu niet even om. Nou, je kan bijvoorbeeld ook curves aanpassen. Ik weet niet, als iemand bekend is met Photoshop, dan herkent hij dit wel. Nou, moet je wel een beetje weten hoe dat werkt. Je kan croppen, stretchen. Ik weet niet of je dit ooit moet doen, maar mocht je iets willen vervormen... Het kan. Je kan hier echt gewoon ontiegelijk filmen en daarom vind ik deze app gewoon heel fijn. Tekst kan je toevoegen, een frame, mask. En nou ja, je kan ook collages maken. Kijk, echt in allemaal vormpjes. Deze app is zo uitgebreid. Nou, een andere app die ik gewoon heel fijn vind is Whitagram. Nou, dit is echt de meest simpele app die ik ken. Je hebt alleen maar dit witte vlakje en deze twee knoppen. Doordat het zo simpel is, vind ik hem juist heel erg fijn. Want het enige wat je met deze app kan doen, is gewoon een witte rand om je foto te krijgen, zodat hij op Instagram past. En meer hoef ik ook niet. Kijk, deze was niet vierkant, dus hij paste niet op mijn Instagram. Dus nou, tada, je bent gelijk klaar. Alleen maar één knop, that's it. Niet al te veel poespas, gewoon in één keer klaar. Nou, opslaan. Fonto vind ik ook een leuke app. Die heb ik laatst voor het eerst ontdekt. En hier kan je echt superleuke tekst aan toevoegen. Nou, ik neem even een simpele foto van Amsterdam. En je eerst vraagt of ze een filter wil, maar ik wil geen filter, want er zit al een filter overheen. Dus dat sla ik over. Maar nu komt het leuk gedeelte, want hier kan je echt heel leuk met allemaal lettertypes spelen. Wat ik zelf altijd heel tof vind. Nou, add text. Wat zou ik neerzetten? Ik doe even een random tekstje. Hello. Hello. Dan is ook, plaats ik hem hier zo. En dan kan ik het lettertype aanpassen. Kijk hoeveel ze hebben. Ze hebben echt gewoon heel veel. En juist omdat het zo uitgebreid is, vind ik hem heel erg fijn. Stickers vind ik ook heel tof. En kijk, tadaa, dan heb je er een hartje aan toegevoegd. En je kan er eigenlijk van alles mee doen. Nou, ik vind het heel leuk als je met lettertjes of zo wilt spelen. Nou, dan sla je hem op. Je kan kiezen hoe je het doet. En dan ben je klaar.
En dit was het dan. Dat zijn mijn 4 favoriete iPhone bewerkingsapps. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat een reactie beneden jouw favoriete fotobewerkingsapp achter. Want ja, zoals ik al zei, er zijn er gewoon zoveel. En het is altijd handig om leuke nieuwe apps tegen te komen. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg! Bezig met je mobiel, want dan is de kans op succes niet.